Yes! Ik had het al een tijdje in mijn hoofd. In ieder geval een hele goede morgen zonder zorgen. Ik ben de dag begonnen met te joggen. Ik heb tot daar ver gelopen en dan terug. Woe! Maar dit voelde goed. Dit voelde echt goed. Ik ben nu van plan om altijd te gaan lopen voor wanneer dat ik ga zwemmen. Dus dan ben ik een beetje opgewarmd. Nu ga ik op het gemakje richting mijn auto wandelen. En nu gaan we lopen. Ik denk dat ik ongeveer 3 kilometer heb gelopen. Maar wel super snel. En in zand. En je zou denken, daar is het zand hard. Dat dacht ik ook. Maar op de meeste stukken is het gewoon super zacht. En het gaat echt wel 20 centimeter in. Woe! Maar dit was een dikke workout. Sowieso. Ik ga nu mijn zwembroek aan doen. Een beetje water drinken. En een lekkere duiken in, sowieso. Check trouwens de zonsopgang. We zijn nog maar 8 uur 's morgens. Woe! Het leven kan mooi zijn. We gaan er vandaag een fantastische dag van maken. Zoals altijd. Joe! Normaal spring ik altijd 's morgens uit mijn bus en ik ga onmiddellijk zwemmen. En dan is het hier altijd een beetje frisser. En nu heb ik het gewoon ook hier warm. Dus dit is echt wel de trick. Gewoon eerst gaan lopen en daarna, oh shit, en daarna een lekkere duik nemen. Of misschien is het nu omgekeerd. Misschien ga ik nu super koud hebben als ik in het water spring. We gaan het allemaal zien, maar één ding ben ik 100% zeker. Het komt allemaal goed. Woe! Vandaag wordt trouwens 19 graden. Yes! Joehoe! Oh, dit is heerlijk. Woe! Dit is heerlijk. Ik zou weer zo graag met mijn GoPro willen inspringen, maar dat gaat niet, want check dit. Hoppa, dit dingetje is kapot. Dus we kunnen dat nog momenteel niet fixen. Ik heb een nieuw besteld, maar het blijft maar... Oh shit! Maar het blijft maar onderweg. Joe! Amai, dit is niet normaal, mensen. Oh. Ik weet niet als ik dit elke ochtend ga kunnen doen. Want ik heb nu al zoveel honger. Maar het voelde wel goed. Het water was dubbel zo koud. Maar het was ook dubbel zo aangenaam. Nu op het gemakje een lekkere douche nemen. En dan heerlijk ontbijten. En dit is fantastisch om je dag zo te starten. Dit is echt nice. Ik had het gisteravond alle gedachten. En ik heb het uiteindelijk uitgevoerd. Dus dit is nice. Dit voelt goed. Als je iets wil doen, doe het gewoon. En blijf niet thuis zitten op je computer of weet ik veel wat. Gewoon doen. Achteraf kan je nog zoveel op je computer hebben dat je wilt. Maar als je niet een idee hebt, dan moet je het uitvoeren. Want pas als je dit hebt uitgevoerd, gaat het volgende idee in je hersenen komen. En als je dit blijft doen, voordat je het weet, is je leven gewoon één film. Woppa, let's go! Ondertussen is het nog maar 9:30 en ik ben hier al lekker aan het ontbijten. Mono is ook al toegekomen. Goedemorgen, Mono. Alles goed? Hey? Hij is een beetje zenuwachtig, want de hond van Lee is momenteel aan het ontbijten en hij heeft dat gezien, dus ik moet hem hier eventjes op het bed houden. Hey! Hola! Holy shit, elke hond dat passeert heeft hij gezien. Dit is niet normaal. Moesten jullie hier komen chillen, jullie zouden het allemaal zo grappig vinden, ben ik 100% zeker. Oké, wat gaan we vandaag doen? Om eerlijk te zijn, ik heb geen plan. Ik moet alles in het Glover bereiken, want ik blijf het maar uitstellen. Oh, we gaan dit gewoon moeten fixen. Sowieso. Ik hoop dat ik binnenkort gewoon kan zeggen, ik ga gaan werken. Want ik heb zin om te werken. Joe! So, when I can start with working then? So, you have to contact with Glover and send that document. So, Glovo, can you tell you when you started? Because I don't know that. Okay. So you sent me the documents, all those stuff? Yes. And then I have to... Then I know the day. I think the 2 p.m. Okay? Okay. Perfect. And I will leave the documents in your profile in Asesora.
okay? Okay, so at 2 p.m. you're gonna send this? Yes, I'm sure that at that time it's okay. Okay, perfect. Muchas gracias. Okay. Thank you, good night. Okay, ciao, da-da. Oké, yes. Na meerdere keren te bellen is het uiteindelijk gelukt. Het is blijkbaar niet makkelijk om die service aan de lijn te hebben. Ze gaan mijn laatste papieren in orde brengen. Wat wil dat zeggen? Dat ik nu zelfstandig ben geworden. Freelancer, met andere woorden, in Spanje. Dus dit is gek. Dit is gek. En in Spanje is dat een veel chiller statuut dan in België. In Spanje is dat gewoon 85 euro per maand dat je me afgeeft en voor de rest fixen ze alles. Dus dit is meer chill. Ik heb dat gedaan via zo'n bureau. Oké. Wat een zootje. Maar we kunnen beginnen. We kunnen eindelijk beginnen. Als het goed is, kunnen we morgen beginnen. Maar morgen is het weekend, dus waarschijnlijk maandag. Alhoewel, die Glovo shit is in het weekend misschien zelf meer booming. Dus we gaan morgen werken als we kunnen werken. Om 2 uur heb ik mijn papieren deze middag. En met die papieren ga ik richting Glovo. En ja, dan moeten ze mij gewoon kunnen laten werken. Sowieso. Yes. Joe. Het is vandaag niet normaal hoe warm dat het is. Het is momenteel 21 graden en geen wind. Dus dit betekent echt wel strandweer, sowieso. Daar is Paul, daar is Lee. De hondjes zijn ook mee. En we gaan een duik nemen. Of ja, ik ga toch een duik nemen. Lee gaat erin met zijn knie. En zie je het zitten in het koude water? Heb je er zin in? Oké, wij gaan erin sowieso. Ik hoop dat er toch iemand ook een duik gaat nemen. Yo! Check trouwens de vissers daar. Die gaan ons niet graag zien komen. Maar het is wat het is. Let's go. Oké, dit is niet normaal. Mono, die is achter mij gegaan als ik in het water ging. En check dit. Hij is helemaal nat. Mono! Hey! Deze hond heeft echt wel de tijd van zijn leven. Sowieso. We gaan een keer gaan kijken naar de rest, hoe dat het gaat. Kom maar, Mono. Hey. Yes. De golven zijn dik. Joe. 3, 2, 1. Ondertussen hebben we meer dan 20 minuten in de zee geweest. Dat was echt wel fucking chill. Paul is er tot hier in geweest en Lee tot hier. Dus dat is zo goed als er volledig in. Lee die heeft een blessure aan zijn knie. Jullie weten het van de vorige crash. Die is ook geweest naar het ziekenhuis en er is iets mis met zijn meniscus. Mijn water is aan het koken. Dat wil zeggen dat ik zo'n pastatje ga maken. Ik weet zelf niet als het lekker gaat zijn of niet, maar het was 1 euro en ik weet ook niet waarom ik er 2 heb gekocht. Maar mijn buikgevoel zei dat dit lekker ging zijn. Ik heb ook nog dit gekocht. Ik weet niet als dit te eten is, maar ik heb het alleszins al veel Spanjaarden zien kopen. Dus ik dacht, ik moet het een keer proberen. Ik zie het altijd. Ik zie superveel mensen dit kopen. En dit zijn eigenlijk gewoon mosselen in een soort van saus en een bakje. Dus we gaan zien als dit lekker is. Ik hoop dat dit te vreten is, anders heb ik dit voor niks gekocht. Dus bij deze mensen een pastaatje maken en een mosseltje eten. Joe! Dit is het goede leven. Het doosje is open en ik ben zo benieuwd als dit te vreten gaat zijn of niet. Hier ben ik echt benieuwd naar. Wat? Het ziet er ranzig uit. Deze mossel is helemaal zwart langs de zijkant. Dit heb ik nog nooit gezien op een mossel. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het niet slecht. Maar het is ook niet lekker. Rare smaak. Ik wil er wel meer van eten en toch vind ik het niet lekker. Heel raar. Ik kijk eigenlijk gewoon uit naar dat pastaatje. Want dit is binnen een paar minuten klaar. En dat staat hier te verwarmen. Dus ik moest dit afgedekt laten. Dus ik zet er gewoon deze op. Hoppa.
Hoppa, de pasta is klaar en jullie zien het, de mosselen zitten er ook in. Ik ben gewoon YOLO gegaan. Ik heb ze erin gestopt in de hoop dat het een beetje lekkerder is. Hè. Dus laten we dit proberen. We hebben pasta, we hebben mossel. Wow, warm. Veel beter zo. Daarnet had je zo die smaak van die rare saus en het was ook koud, dus dat smaakte niet. Een mossel is veel lekkerder als het warm is. Dus bij deze mensen, ik ga hier lekker van genieten. Het is geen super maaltijd, dus dit raad ik echt niemand aan. Het is ook niet zo gezond en ja, het is wat het is. Ik had er gewoon nog een keer zin in om zo een dingetje te maken. Yo, straks achter echt eten om vanavond iets lekkers te maken. Ik heb mezelf weer al in een fucked up sketchy positie gezet. Dit is kut. Ik moest uiteindelijk mijn gsm heropstarten en ik moest mijn pincode weten. En check dit. Dit is de kaart van mijn simkaart. En er staat daar niks op. Dus ja, blijkbaar in Spanje zetten ze de pin en de pukker niet op. En ik heb al meerdere keren de pin ingevoerd en het was verkeerd. Ik ben vergeten welke pin dat ik heb gekozen. Of misschien is dat zelf gewoon de standaard pin. Ik weet het gewoon niet meer. Dus dat is een beetje fucked. Ik ga nu richting de Vodafone. En waarschijnlijk kunnen ze dat daar wel oplossen. Dus het komt wel goed. Joe. Mono is ondertussen terug thuis. Die heeft de hele dag... Oh shit, ik vergeet dit altijd. Als je hier drukt, dan hoef je je sleutel niet te gebruiken. Yes, dit ding. Oké, Mono die heeft dus de hele dag kunnen buiten chillen, dus dit is echt wel geweldig. Het was een fantastische dag vandaag. En het is nog altijd een fantastische dag. Vandaag is wel de enige dag sinds ik hier ben dat het echt gelijk zomer voelt. Zelf in je shirt en je t-shirt is het nog te warm. Oké, we gaan richting de stad. Ik hoop dat er daar een Vodafone is. Er is denk ik sowieso één in het winkelcentrum. Dus misschien moet ik daar gewoon van de eerste keer heen gaan. Ik heb echt geen zin om een gebouw binnen te gaan in dit goede weer. Maar het is wat het is. We moeten onze gsm hebben, want anders heb ik geen internet. Joe. De eerste keer in mijn leven is iets super vlot verlopen in Spanje. Ik heb daar uiteindelijk maar 5 minuutjes gezeten en die dude had het onmiddellijk gefixt. Oh, excuseer. Hoppa. Dit is hier een nieuwe zone en er zou hier ergens een huge Chinese shop moeten zijn. En ik denk dat het hier is. Dus we gaan een keer kijken. What? Check deze spot. Oh. Oké, als ik hier met de homies kom... ga ik hier wel sowieso iets doen. Als je hier van de top naar beneden rijdt, is het hard. Maar als je hier naar beneden rijdt, dan is het pas echt hard. Damn it. Oh, ik zie daar ook spots. Ik heb daar gewoon voorbij gefietst, omdat de zon in mijn ogen zit. Hier kun je sowieso ook iets doen. Check deze mini-rail. En daar hebben we een dikke rail. Hoppakee. Deze rail ziet er zo vet uit. Het is een steile, vierkante, houten rail. Ik zou hier een railrijd kunnen opgooien in de toekomst. Maar dit is echt wel een dikke setup. Oké, we gaan hier sowieso met de homies komen. Ik heb net de spot opgeslaan. Ik weet ook dat het aan het winkelcentrum is. Maar soms moet je ook dingen opslaan. Want als je naar de supermarkt gaat met van alles in je hoofd, meestal vergeet je sowieso dingen. En die dingen weet je ook liggen, die ken je ook. Dus soms is het beter van notities te nemen. Hoppa. Oké, ik ga nu richting die Chinese winkel. Is het hier? Hipper Store. Oké, we gaan checken. Holy shit. Ze hebben niet gelogen tegen mij. Check hoe groot dat deze winkel is. Dit is huge. Ik ga kijken als ze een rasvuur hebben. Want ik wil binnenkort zo'n rasvuur op van die grote flessen. Dus we gaan een keer kijken. En blijkbaar hebben ze hier ook rasflesjes
voor mijn vuurtje de helft van de prijs van Decathlon. Dus we gaan het bekijken. What? No way. Check dit. Dit moeten jullie zien. Oh, dit is sketchy. Yes. Oké. Okay. Check deze bus. Dit ziet er zo nice uit. Een echte hippiebus. Nice. Oeh, en deze camera. Check dit. Check deze camera. Een echte SLR camera. Heerlijk. Yo, we gaan een keer naar binnen gaan kijken. Ik ben benieuwd. Het is echt niet normaal hoe groot dat deze winkel hier is. Check dit, mensen. Ze hebben hier alles. Maar echt alles. Check die gangen. Die zijn mega lang. Die zijn zeker 100 meter. Damn. Check al deze stuff, mensen. Ze hebben gewoon alles. Alles wat je nodig hebt. Van de allerslechtste kwaliteit. Hey. Super nice. We hadden in die Chinese shop allemaal van die gasflessen, maar geen één paste op mijn vuurtje. Dus dat is wel kut. En die langwerpige flessen, die kan je in een vuurtje van Decathlon droppen. Ik ga dit vuurtje misschien binnenkort kopen. En ze waren niet eens goedkoper. Ze waren gewoon dezelfde prijs als in Decathlon. Dus ja, waarom zou je naar daar gaan? Woppa, we zijn hier nu aan de Aldi. Het is binnenkort zonsondergang. Ik heb mezelf beloofd om geen seconde te missen. Dus ik ga nu inkopen doen. Lekker koken, lekker genieten. En we gaan een fantastische avond beleven. Joe! Eindelijk terug toegekomen aan de bus en check dit, de zonsondergang is fantastisch. Damn, ik ga mijn gewone camera nemen, ik ga een paar shots nemen sowieso. Oké, ik ga een beetje meer licht in de bus fixen. Dit doe ik altijd zo, door dit doek gewoon hier te steken. Hey, super chill, alles past echt net in mijn bus. Check deze rommel trouwens. Maar het voordeel is, deze dekens heb ik de hele dag buiten gehangen. Dus die zijn vanavond super fresh. En daar draait het allemaal aan. Hoppakee. Ik heb room gekocht voor als ik dat ooit nodig heb. Handig. Ik heb kip gekocht. Jullie zien het. Ik heb kiwis. Super nice. Ik heb zakdoekjes. Oei. Ik heb asperges. En wat hebben we nog? Ik heb uiteindelijk gewoon nog peper gekocht, want mijn peper was op. Ik gebruik altijd zwarte peper. Wat gaan we vanavond eten? Ik ga vanavond waarschijnlijk een soort currysausje maken met kip, rijst en groentjes. Maar eerst, ik ga eerst nog een duik nemen. Ik kan het niet laten. We moeten er vandaag 3 keer in. Let's go. Joe. Dus is mijn eten klaar. Ik heb quinoa, ik heb rijst, ik heb broccoli, ik heb asperges, een currysaus en lekkere kip. Dus ik ga hier lekker van genieten. Dit is een fantastische maaltijd. Het was eigenlijk klaar in een kwartiertje of zo, dus dit is chill. Ik hou er echt van om een lekkere maaltijd te maken in een korte periode. Dat is de reden waarom ik nooit ingewikkelde recepten gebruik. Ik wil gewoon iets snel kunnen klaarmaken, wat er ook nog gezond is. En dit is volgens mij een gezonde, snelle maaltijd. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Ik ga lekker genieten en ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Is het niet je eten, dan is het gewoon je leven. Joe! Ik heb super lekker gegeten. Ik ga nog een filmpje bekijken met dit lekker kokosnoot yoghurtje. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Bedankt voor de support. Bedankt voor alles, homie. Vergeet de video niet te liken. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag. Om 5 uur. Peace out. Ciao. Peace.